Oké, jongens. Ik zal eerst even de opstelling zetten. Steven op doel, in ieder geval. Max en Nika achterin. Dan hebben we Boga, Oscar en Chivo. Die staan op middenveld en Mike voorin. Dylan, Theo, Koen in de wissel. Ik had even met Petter gesproken. Hij vond het jammer in ieder geval dat hij er niet bij was. Maar hij wens u heel veel succes. En hij verwacht een beker. Dus dat is in ieder geval wat. Ik verwacht het ook. Ik wil in ieder geval dat jullie gewoon sportief op klaar zijn. Ja? Als iemand wat zegt tegen je, gewoon luisteren, gewoon accepteren. Dus ik wil gewoon dat je met z'n allen voor gaan, hè, vandaag. Hey, amateur televisie. Gewoon lekker voetballen, niks aan de hand, dus gewoon de beste vijf. Ja? Kom, gaan we naar het veld toe. Laatste depenpillen elftal uit Baren heeft 22 jaar geleden de finale bereikt en verloren. Eenboys D1 heeft de finale bereikt in West 1, KNVB, bekertoernooi. Hoe heb je de finale bereikt, Peter? Allereerst wil ik even zeggen dat Patrick Staal helaas er niet bij kon zijn. Want hij is de officiële trainer, dus hij verdient ook alle eer. Ik heb wel veel wedstrijden gekeken. Ze hebben de poolwedstrijden vrij eenvoudig gewonnen allemaal. Ze hadden even één wedstrijd lastig. Rond de kwartfinale, daar hebben ze het ook nog vrij lastig gehad. Maar de halffinale was eigenlijk in de eerste helft wat minder. Maar de tweede helft hebben ze gewoon laten zien dat ze terecht in deze finale staan. En hoe hebben jullie naar de wedstrijd toegeleefd deze week? We hebben getraind. Op zich, ja, je voelt wel dat, ook toen net in de bus, dan voelde je gewoon dat de spanning wel er wat was. Ze waren een beetje rustiger als normaal, maar het ging verder allemaal goed. En volgens mij zijn ze topfit allemaal. Ten slotte, wat verwacht je van de wedstrijd? Ik verwacht dat het een moeilijke wedstrijd wordt. Ze staan allebei niet voor niets in de finale natuurlijk. Dus, ik verwacht niet anders dan een beker eigenlijk vandaag. Jij en de jongens, veel succes. Ja, dankjewel. Gaat helemaal goed komen.
hier een speciaal moment voor Emmaus. Waar is de aanvoerder? Kijk eens, hoe het gaat, die proficiat Emmaus! Thank you.